vrede met baie mense verkleef het dit. En in huil vir dit, demokrasie uiteindelik. Vanaf 1994 tot nou gaan ek het probeer om uit te druk. Die staat is so lief, gaan ek het nou stap vir stap verduidelik. Ja, het begin by 27 april 1994. Een nasie was gebouw in een nieuwe gemeente. In 1995 het die commissie van constitutie gelijk en rechte toegepas. Bruin en zwart het hulle geek, grote rug gekry wat in die eerste plek hulle eie was. Nou in 1996 het die sport weer verander, spanning verander in zwart spelers soos Bafana. In 1997, in 1998 was die waardesverzoeningscommissie heel te wat volledig. Mensen gestreven naar een beter leven, al was ons mensen gedood vir geen goeie rede, het ons mensen nog steeds die wat mensen gegeven. Nou in 1999 was daar weer gestem, die ANC het gewend met 65%. Nou in 2001, dat is in Afrika die eerste wereldconferentie op die been, want gaat voor ons afmoedig ons grootste probleem, en in bewind van tafel Bekie, en Zuid-Afrika sy mense ondersteun. Nou in 2003, was Mark Zetterloot in Spuis. Nou in 2003, hou Zuid-Afrika internationale Grieke touch. Nou in 2004, was ons op... Years of democracy is past, maar het lijkt mij mijn opties is skaars. Want ik het gedink geluk gaan uit die lucht uitspring soos een aeroplane zijn opties in Mars. Wat het heet die? Because ik word gezet van mijn vel, terwijl die government aan allerhande dappies het jou. But I'm still serving up the heat soos een butler in jou. Die verlede moet niet zo pijnlijk visie, maar als je mooi kijkt is dat het zien het de same old visie. Want mijn past lijkt groot en het hangt groot achter mij soos een zeilo ietsie. Toen die MC werd, toen zei ik van mezelf net zoals Red Man, I'll be dead. Maar toen kom die government met, I'll be E-E-dead. Dat is goed aan jou. Maar hoe kom ik het denk, maar broek is een broek op het spel. Het staat in het zoek van die hoepen geel. Dat is klachtes. Achter met fouts. Ik zei eens, hoe klonk je achter? Maar dat je naar mijn rekening kan kijken, zal je zien. Ik is achter met ouds. Ik moet